Ik ben Joy, ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Rotterdam-Zuid ook. Mijn hobby's zijn voetballen, leuke dingen doen met mijn vriendinnen. Taal, omgeving, cultuur, ik vind dat heel interessant. En ik vind het leuk om andere mensen ermee te kunnen helpen. Ook om iemand echt wat te kunnen leren. Ik ben Rafi Safa, ik kom uit Syrië. Wil je vertellen hoe je hier bent gekomen? Het is een beetje moeilijk van mij. Want ik kom uit Turkije, ja, met de zee naar Griekenland. Van Griekenland naar hier in Nederland lopen en trein, bus. Zo. Ja, ik denk dat er ook vaak een beeld is. Een bepaald beeld van de mensen die hier zijn, die helemaal niet waar is. Vaak hoor je dat vluchtelingen in het algemeen heel slecht zijn of mensen er bang voor zijn of nare dingen denken zonder ooit een woord met iemand gesproken te hebben. En dat is wat je hier heel mooi terug kan zien. Dat ze echt allemaal hier, iedereen die hier is, heel vriendelijk is en heel lief is en respectvol is. Ik kom naar hier voor Nederlands leren. En ik krijg theorieles elke woensdag. Ik help ze dan bijvoorbeeld met schoolopdrachten of klaarstromen voor een Nederlands examen om te kunnen inburgeren. Ja, het is vooral in het begin nog wel zoeken. Vooral als iemand niet weinig tot geen Nederlands kan, dan is het echt zoeken van wat kan je wel, wat kan je niet. Zij helpt mij met taal leren, zij helpt mij met te praten. Ik vind dat prachtig. Ja, het allerleukste is eigenlijk de positiviteit die je terugkrijgt. De vriendelijkheid van de mensen en hoe dankbaar ze zijn als je bijvoorbeeld iemand belt voor hun. Ja, dat vind ik wel het belangrijkste, wat ik ervoor terugkrijg eigenlijk. Ja, ik zou echt zeggen van kom kijken, kijk met ons mee, doe je best. Probeer echt in te zien dat het echt helpen is en dat het vanuit je hart moet komen. En als jij zo in elkaar zit, ben je hier elke dag welkom en helpen wij jou ook andere dingen te leren. En voor mensen die hier naartoe willen komen, kom gewoon. We staan open om je te helpen. We staan altijd open om een afspraak met je te maken, om een taalmaatje te regelen. We zijn er echt voor je en je bent niet alleen. Ook al ben je eenzaam, je kan altijd met ons in gesprek komen.